je als eerste bij een locatie aankomt, wacht je minimaal op één andere BFV'er voordat je op onderzoek uitgaat. Je meldt het via de telefoon aan de ploegleider dat jullie vast gaan starten. Als de ploegleider er al is, meld je je bij hem of haar. Hij of zij verdeelt de BFV'ers in teams van 2 personen en stuurt het eerste team op onderzoek uit. Ah, mannen, goed dat jullie er zijn. We hebben een brandmelding gekregen. Ik wil jullie hier bij team 1 maken. Hallo, wil je een sticker opplakken? Yes. Ah, goed, Carine, dat je er bent. Even wachten. Willen jullie deze gang in gaan? De eerste ruimte aan je linkerhand is een brandmelding. Willen jullie op onderzoek uitgaan naar mij terugkoppelen via de portofoon wat er aan de hand is? Neem een blusmiddel mee, die hangt in de gang. Ja, Carinda, wil jij vast naar de receptie om de brandweer op te vangen? Ja. En meld mij als ze er zijn. Jullie zijn team 2, willen jullie sticker op je hesje plakken? En willen jullie even bij mij blijven wachten totdat ik een terugkoppeling heb gekregen van team 1? Ja, helemaal goed. Bij een geactiveerde rookmelder ga je als eerste op zoek naar een brandende nevenindicator. Je weet in dat geval dat de rookmelder achter deze deur is afgegaan en er dus waarschijnlijk rook achter de deur is. Het zou ook kunnen dat er nog een andere kamer achter deze deur zit en niet de eerste, maar de tweede rookmelder is geactiveerd. In dat geval zie je een tweede nevenindicator branden zodra je de eerste deur hebt geopend. Team 1 verploegt naar de BFV. Komt rook uit de deur. De deur is warm. We gaan niet naar binnen. Over. Ploegleider voor team 1. Helemaal goed. Ruimte nog controleren door te roepen of er iemand is. Over. Gaan we doen. Over. Hallo, is daar iemand? Hallo? Niemand aanwezig. We gaan hier weg en nemen de persoon in de ruimte mee. Over. Meneer, u moet hier. Wanneer er een handbrandmelder is ingedrukt, zal de melder naar de eerste BFV'er ter plaatse of naar de ploegleider toekomen om te vertellen wat hij of zij heeft gezien. Goed gehandeld. Ik wil nu graag dat jullie alle kamers aan de linkerkant van de gang verder ontruimen. Verzamelen alle mensen bij het bouwen hier. Oké, gaan we doen. Op basis hiervan ga je wederom op onderzoek uit. Neem altijd het dichtstbijzijnde blusmiddel mee.